Early morning, need a freezer, it's all my curtains again. But I don't mind, it's alright, as I get to kiss you away. Weekend op kot is voor mij ook echt uitslapen. Het is ondertussen ook gewoon 12:30, maar voor mij koffie sta ik op. Zoals de meeste kotstudenten gaan eigenlijk al mijn kotgenoten op vrijdagavond naar huis voor het weekend. Maar ja, ik blijf eigenlijk vaker wel en niet gewoon het weekend hier. Ik vind zoveel voordelen in het op kot blijven op een weekend. Het is hier door de week super hectisch en druk. En ik vind dat wel leuk, hè? Maar in het weekend is het dan extra aangenaam dat er een keer kalm en rustig is. Ik heb het gevoel dat het nu mijn derde jaar op kot, dat ik echt ook gewoon klaar ben voor wat hierna komt, hè, het alleen wonen. Ik wil direct gaan co-housen of op een appartement. Ik kijk er ook echt naar uit. Binnenkort is het terug kerst en nieuwjaar, familiefeesten, kroketten en dat wil zeggen dat oneindig veel familieleden u weer gaan belastigvallen met de echt de klootste vraag ooit. Zeg, en heb je nog geen lief? Dat irriteert me wel dat die dat ook zo blijven vragen, dat is super wederkerend, omdat ik helemaal niet het gevoel heb dat dat zou moeten. Ik merk echt dat heel veel jonge mensen daar druk van ervaren, maar het goede voor mij is, ik heb dat die periode dat ik die druk daarvan ervaarde, of dat ik me dat aantrok, heb ik al gehad. Ik heb mijn studie, ik heb mijn werk, ik heb mijn vrienden, ik heb mijn kotgenoten. Ik heb niet het gevoel dat ik iets aan het missen ben. Wij komen net van de les. Ja. En het is altijd de gewoonte dat Marianne slaapt. Als zij om 12 uur toekomen, is Marianne nog aan het slapen. Dus we gaan kijken of ze nu ook slaapt. Ja. Oh, she's erin. Het is 12:30. We zijn al 2 uur in de les. Zie je dat, Cornel? Mario! Rise and shine! Laat ik jou weer ontmoeten, maar... Oh, nee, kom niet. Ja. Kom, meisje. Ik voel me zo als mijn vader nu. Ik ook, ik haat mezelf. Kijk, wat een mooie dag. Oké, girl. Waarom is dat? Hi, me. En nu, wat vind je dat nu? Is dit een drie? Iedereen klaar? Ja, die is goed. Bro, maar ik heb mijn anger. Oké, ik heb ook vaak beslissen. Oh, wow. Oké. Okay. Ik heb mijn anger. Oh! Ja. Ja! 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 De anderen hadden het idee om Secret Santa te doen voor kerst nu. Maar het ding is, ik doe dat met andere vriendengroepen ook al. Is er een persoon die mij een pakje snoep geeft of chocolade? Ik wil echt een leuk cadeau. Niet zo van, hey, chocola echt. Nee, ik wil iets dat ik kan hebben. Wat is budget? 10 tot 15. Ja. En je mag meer doen, maar het moet niet. Maar je mag wel. Het ding is gewoon, als je 5 of 4 keer 15 euro moet betalen voor een cadeau, dan begint dat wel op te lopen en dat is echt geld dat ik even niet heb. Als ik geef het wel vlot uit, hè, weet. Dat is bullshit! Oh, dat is... Ik heb letterlijk 17 euro op mijn kaart. Ik heb in mijn eerste 6 maanden aan het mogen al mijn rekeningen bijgehouden. Alles. Ik weet eigenlijk dat ik ongeveer 8 euro per dag heb. Op zich wel goed van hem en zo dat hij dat gedaan heeft. Maar ik ben daar veel te rommelig voor. Ik zou er na 2 dagen kwijt zijn. Vorig jaar had ik nog mijn studentenjob van de dinsdagavond. Waarom is je dat nu niet meer doen eigenlijk? Nou, omdat ik echt geen tijd heb. Ik vind het ook wel grappig dat Emilio zegt dat ze geen tijd heeft voor een studentenjob. Want wij doen dezelfde richting. En we hebben 3 dagen per week maar les. We hebben echt meer dan genoeg tijd voor een studentenjob. Hallo, ik heb even een ambetante vraag. Ik wou dus eigenlijk gewoon vragen of jij het zou zien zitten om mij even wat geld te geven en dat ik dat u desnoods wel terugbetaal. Zo'n duurdere maand, dat kan een keer gebeuren, en zolang dat niet elke maand is. Je bent heel zeker, hè? Absoluut. Dankjewel. Oh, ik haat dat echt om zo geld te vragen aan uw ouders, dat je zo... terug afhankelijk zijn precies daarvan. Dus de conclusie is wel gewoon dat ik denk ik een tweede semester terug een studentenjob ga zoeken. En dan
hopelijk ben ik veel minder afhankelijk.